Alweer een jaar geleden kwam Must Creatief met een stickerboek uit. En dat was het Mijn Bullet Journal stickerboek deel 1. Met allemaal stickers voor in je bullet journal. En die noemden wij eigenlijk het stinkerboek. Want die rook best wel heftig. Ja, er kwam al een luchtje vanaf, ja. Er is nu een deel 2 uitgekomen. En in deze video gaan we kijken wat voor stickers daar allemaal in zitten. Of het een leuk stickerboek is. En of die uiteraard het Creatief keurmerk krijgt. Dat stinkt wel een stuk minder. YouTube. Ik ben Maris, ook al bekend als Creatchick. En ik ben ook weer. Ik ben Rick, ook al bekend als Crea-Rick. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Net Nieuw. En vandaag gaan we in deze aflevering een stickerboek aan jullie laten zien. Het Mijn Bullet Journal stickerboek deel 2. Eigenlijk is hij niet meer zo heel net nieuw. Nee, het is net niet nieuw. Ja, of niet nieuw. Niet gewoon. Nieuw, ja. Een nieuwe aflevering, niet nieuw. Dat zit namelijk zo, hij kwam in de zomervakantie uit dit stickerboek en dat was het moment dat onze verbouwingsserie net online ging. Ja. Waarna we daarna ook eventjes zomervakantie hadden, dus het is heel veel blijven liggen. Maar ik dacht, er zijn vast een heleboel mensen die het nog heel erg leuk vinden om te zien. En die het misschien nog helemaal niet in de winkel hebben zien liggen. Dus vandaag gaan we dit stickerboek laten zien en kijken wat we ervan vinden. Het is bijna net zoals de AliExpress spullen, blijft gewoon een half jaar liggen en dan doen we er wat mee. Het was niet een half jaar, het was maar 3 maanden. Dit was nog niet eens een maand. Oh, sorry. Hij heeft wel hetzelfde luchtje, maar wel minder sterk. Ja, maar kan ook komen dat hij al een maand ligt te luchten in mijn kastje. Heb je die vorige nog? Ja. Kun je die eens pakken? Zo. Oh, ik moest het hele huis doorrennen. Ja, ik was eerst in de keuken. Ik dacht dat het in de keuken lag. Toen was ik daarna naar de trapkast. Ik dacht dat hij daar stond, was hij ook niet. En toen heb ik hem uiteindelijk gevonden boven in een boekenkast. En zelfs daar moet ik 3 keer zoeken, want hij zat verstopt achter een boek. Maar die ruikt nu ook niet zo erg meer, hè? Nee, maar ruikt wel anders. Ja, hij ruikt anders. Maar, welke ruikt er beter? Deze. Ja, hij stinkt niet zo heel erg meer. Deze ruikt gewoon een beetje... Ja, een beetje chemisch. Oud. Nou, dit was dus het eerste stickerboek. Die heb je al kunnen zien in een video. Mocht je die nog niet hebben gezien, dan kan je die hier eventjes terugkijken. Dankjewel. Daarin laat ik ook het hele stickerboek zien wat hier allemaal in zit. En deze is geloof ik ook nog steeds te koop. Maar daar gaan we het nu in deze video niet over hebben, want we gaan natuurlijk deze laten zien. En het begint ook al meteen, zie je dat? Geen voorwoord, niks. Nee, gewoon meteen fun. meteen fun, ja. Daar staat het toch, hier? Oh ja, inderdaad. Er zitten verschillende soorten stickers in. Je hebt ze met van dat doorzichtige... Kijk, wacht, anders dan plak ik hem meteen even eentje. Je hebt hem een beetje stuk getrokken. Oh, sorry. Kijk, van die doorzichtige stickertjes zitten erin. Overal ertussen zitten van die blaadjes met van die stipjes erop. Dat zat bij het vorige stickerboek ook al. Dat heb ik toen uiteindelijk heb ik ze constant zo omgeslagen. Dat heel veel mensen niet wisten dat dit er dus tussen zat. Oh, maar leuke verrassing. Dat had ik er dus uitgeknipt. Maar dan weet je dat dus, hier zit dat ook. Tussen elk stickervel zitten van die wittige bladzijdes met puntjes. Dus gewoon de achterkant. Dus gewoon een leuke opvulling. Dus dat maakt verder niet zoveel uit. Maar we gaan dus gewoon alleen de stickers laten zien. Die lege puntjes, dat geloven jullie wel, denk ik. Die sla ik over. Ja. Er zitten in dit boek verschillende soorten stickers. Je hebt van die hele leuke plaatjes en van die illustraties, maar ook wat functionele stickers. Zoals deze, denk ik. Maar je zegt functionele sticker. Waar is dit functioneel voor dan? Wat doe je hiermee dan? Nou, deze weet ik nog niet zozeer, maar er zitten wel wat meer functionele stickers in, maar die komen zo meteen. Maar wat zou je hiermee doen? Een quote erin of zo? Ja, misschien de datum van de dag. Oh ja. Of zo. Zullen we anders even dit allemaal in mijn journal plakken? Dan kunnen we ze gewoon bij elkaar zien. Ja. Wil jij ze plakken? Nou, heel graag. Ik denk dat ik anders heel weinig toe te voegen heb aan deze video. Hoeveel is het vandaag? September. Oh, wacht. 4 september. Het staat natuurlijk bij ons gewoon op de klok. 4 september is het vandaag. Prima. Wauw. Ja, het schrijft gewoon goed, hè? Geef ze nog af? Ik durf niet. Doe jij maar. Maar ik heb een zweetvingertje. Dus ja, ik ook. Daarom. Nee, gaat goed. Wil je ook nog hier iets van plakken? Nou. Ik vind trouwens de kleuren van deze plaatje wel erg leuk. Dat okergeel en zo. En ja, dat is wel een beetje jouw stijl. Ja, ik hou er wel van, ja. Dit wietplantje wil ik wel plakken. Dat kan je toch niet gewoon zeggen? Waarom niet? Het lijkt wel op een wietplant. Die plak je bij 20 april. Dit zijn weer van die transparante stickers. Zitten een beetje schuin gedrukt met heel veel van die kleine doodle-achtige plaatjes. Kies maar iets uit. Ga je trouwens in elke bladzijde iets plakken? Waarschijnlijk wel. Ik vind het wel leuk, ja. Maar het moet natuurlijk wel een beetje in het thema blijven, hè? Ja, kijk. Waarom doe je niet als YouTube-ding? Oh, je past natuurlijk niet in het thema. Ja, ik vind dit altijd wel leuke stickers van die doorzichtige. Die zijn leuk, hè? Ik wil er ook eentje doen, mag dat? Ja, tuurlijk.
Maar dat moet dus in het thema passen. Nee joh, ben je gek. Oké, maar dan doe ik een YouTube logo erbij. Dat is wel leuk dat die kleurtjes dan een beetje doorzichtig worden. Ja, vintage. Aan de andere kant zitten er ook nog een heleboel leuke stickertjes. Die zijn gewoon in het zwart-wit. Dus dat zijn echt van die kleine doodeltjes. Dat zijn ook wel schattig. Ja, dat is voor als je zelf niet kan doodelen. Dan, Ja, maar je hebt er ook niet altijd zin in. Stickers plakken is gewoon waar. Altijd leuk. Ja, dat is ook zo. Ja, ik zou er wel blij mee zijn. Want kies nou maar wat. Oh, zit sorry. Op je te wachten. Oei. Het is eigenlijk jammer dat er niet een PlayStation controller tussen zit. Want dan weet ik wel wat je hier nog bij de bank, PlayStation maar controller. Maar je weet het niet, hè? Misschien komt het nog. Ja, dat is waar. Nou, de volgende bladzijde is gewoon met weer wat functionele stickers. Dit bedoel ik dus met functioneel. Dat de dagen erin staan, maar ook gewoon wat van die to-do-listjes. Die zijn wel heel klein, dus je hebt wel echt een heel kort to-do-listje hier zo staan. Ja, hoef je ook niet zoveel te doen. Dat is wel fijn. Dat past dan wel weer bij jouw thema hier. Kijk eventjes of dit ook zo het mooi... Het past echt perfect bij de puntjes zo, hè? Ja, ze hebben dat goed uitgemeten. Ja. Nou, deze net niet helemaal. Ja, omdat ik hem scheef heb geplakt. Oh, sorry. To do. Niks. Past het niet. Echt wel. Je komt niet uit. Wel. Ja, je gaat steeds kleiner schrijven. Niet. Kijk hoe het verschil met zo en mogelijk. Dat doe je toch altijd? Oh ja? Toch? Nou ja. Okay. Nou oké, het is niet zo mooi. Nee, het is hartstikke goed, joh. Maakt dat uit. Oké, nou, ik ben dus heel benieuwd naar deze bladzijde. Dit is echt één hele grote bedrukte pagina. Maar er zitten wel allemaal stickervormpjes uitgesneden. Ze zijn wel moeilijk te zien. Of het komt door het licht dat wij hier hebben. Maar het is wel echt een verrassing wat er af gaat komen. Rondje. Oh joh. Had je dat niet verwacht? Ik had verwacht dat het een hele strip zou zijn. Nee, nou, die zit er misschien ook wel tussen, maar ik vind het heel moeilijk om te zien. Dat komt ook omdat het een vrij druk patroontje is. Oh, kijk! Wat doe ik precies? Oh. Een inimini. Het is ook zo'n dingetje. Oh. Oh ja. Hier is je strook. Ja. Okay. Maar kijk hoe leuk je het in thema kan maken zo. Is het niet een idee? Dat deed ik vroeger altijd met dit soort stickervellen als je niet kon zien waar het zat. Oh, echt waar? Ja, dat je de dingen eromheen weghaalt. Maar ik ben dus benieuwd of dat überhaupt kan. Waar plakte jij stickers in dan? Nergens in. Ah nee, kijk, dat gaat dus niet. Nee? Nee, kijk, je trekt hem dan helemaal eraf. Oh, maar je ziet wel leuke hartjes. Kijk, je ziet nu wel, kijk hier aan de achterkant kan je het nu wel beter zien. Dus dat is voor het laten zien in deze video wel leuker. Ja. Dan kan je nu goed zien welke vormen er echt in zitten. Hier zitten nog heel veel driehoekjes. Ja, dat zou... Oh, kijk. Wolkjes. Wacht, ik moet even dit plakken. Ik zie hier namelijk iets leuks. Dit wordt echt weer een chaos video. Ik probeer het zo rustig mogelijk te houden, dames. Maar, niet alleen dames, er kijken ook heel veel mannen. Ja, maar die vinden dit niet erg. Dit zijn van die spraakwolkjes. Oh, ja. Leuk. Hier zitten ook functionele stickers in. Heel veel dagen van de week en maanden. Oh, wacht, jij mag dat doen. Ja, jij mag het ook wel doen hoor. Ja, ik heb wel mijn vieze vingers eraan zitten. Dat is wat ik wilde zeggen. Het is net als van dat plakband. Dat je... Ja, je ziet wel mijn vingerafdrukken nu op zitten. Maar wel leuk. Ja, heel leuk. En in het Nederlands. Ja, ik vind wel, ze hebben wel veel spacing tussen de letters. Misschien dat er zo meteen ook nog eentje tussen zit die iets dichter op elkaar staat. Nou, deze zijn helemaal super functioneel. Dat past in het vorige stickerboek op. Ja, deze zijn klein, hè? Ja. Maar dat is op zich juist ook wel fijn. Maar ik vind het ook niet, hè? Dan moeten ze wel precies passen natuurlijk bij de puntjes. Want anders dan heb je er niet zo heel veel aan. Zullen we dat dan meteen maar gaan proberen? Ik heb het idee dat het wel redelijk klopt. Ik heb hem een klein beetje aan de hoge kant geplakt. Maar volgens mij klopt het wel. Ja. Deze ga jij leuk vinden. Ja, ik zie nu al wat ik het leukst vind. Echt een beetje van die retro kleuren ook. Ja. Mag ik aanwijzen welke jij het leukst vindt? Oh, jou hoor. Die. Ik vind deze ook wel leuk. En deze is ook leuk. Oh ja, die is ook heel leuk. Save me. Ja, ze zijn wel heel tof, hè? Ik vind het leuk dat ze ook echt in van die retro kleuren zijn. Ik wil die Tamagotchi, mag dat? Oh, die heb ik nog helemaal niet eens gezien. Die is echt super leuk. Weet je dat ik nooit zo'n ding heb gehad? Niet? Ik ben de klas uitgestuurd vanwege mijn Tamagotchi. En dat was omdat ik de hele tijd, was in groep 6, zat ik op mijn Tamagotchi. Maar mijn juffrouw die vond het niet zo erg, want die was gewoon heel chill, zeg maar. Die had zoiets van, ja, dat is nu de hype op dit moment. En iedereen mocht gewoon één keer in dezelfde tijd dat gewoon doen. Ja. Maar mijn juf die ging toen trouwen. En toen hadden wij tijdelijk een vervanger voor de klas staan. En die vond dat dus niet zo heel erg leuk dat ik op mijn Tamagotchi zat. En toen werd ik dus echt heel boos dat ik mijn Tamagotchi geen eten mag geven. Anders ging die dood. En toen werd ik heel boos en toen werd ik de klas uitgezet. Toen moest ik echt naar de directeur. In groep 6. Dat was echt niet... was nog nooit gebeurd trouwens. Dat was de eerste keer. Oké. Maar die juffrouw vond mij niet zo heel erg leuk. Ik haar ook niet zo. Nee, dat we noemen geen namen. Wilma.
Nee hoor. Get wrecked. Ja. Dit is dus mijn Tamagotchi toen ik hem dus niet mocht eten geven. Maar je gaat er niet dood van één keer eten overslaan? Nee, maar dat was niet de eerste keer dat ik het overslaan. Ja. Geef je dat arme mensen schuld? Die zit nu met de pensioen zich helemaal lullig te voelen. Dat jouw Tamagotchi dood was gegaan. Dat was toen ook echt helemaal echt het dingetje van het jaar, hè, dat Tamagotchi. Maar het slaat echt nergens op. Ik vind het dus wel leuk dat dat er dan in zit. Ja, ik vind ze sowieso echt heel erg leuk. Ik had nog niet eens gezien. Ik heb gewoon letterlijk dit nagetekend. Wanneer? Net. Oh, je hebt hem er zelf in getekend? Ja, joh. Oh, ik dacht dat dat dooie er al gewoon vanaf de stickers af. Dat had ik helemaal niet eens gezien. Oké, next. Dit maakt het een beetje zo pop-art-achtig als je dit erin gebruikt. Daar heb ik laatst toevallig een spread meegemaakt in mijn journal. Dan hadden deze stickers heel leuk bijgekund. Grappig hè, dat je tijdens de middelbare school met CKV en zo kreeg, en kunst kreeg je allemaal van dit soort dingen van ja, pop-art. En toen was het echt van... Stom. En nu zit je, oh, wat leuk en oh, pop-art. Ik zat helemaal, ja, ik herken de stijl. Nou, zo zat ik vroeger op school ook. Oh ja, echt? Oh, ik niet hoor. Ik zat op school. Dat was het enige vak dat ik leuk vond. Nou ja, niet CKV, maar de creatieve vakken. Grappig. Nou, handarbeid vond ik niet zo heel erg leuk. Dat vond ik dan wel weer leuk. Ja, daar was ik minder goed in, want het werd altijd net niet helemaal mooi zoals ik het wilde. Ik vond tekenen altijd heel leuk. En muziekles. Nou, deze lijkt weer op die we net hebben gezien. Ze is echt een beetje... Volgens mij is hij niet een beetje hetzelfde. Volgens mij is hij exact hetzelfde. Kijk maar. Ja, op de kleurtjes na. Op de kleurtjes na, ja. Maar kan je wel elke maand in een speciaal thema maken. Kijk, hier hebben ze het ook echt in zo'n sierlijk lettertype. Dit is weer wat meer alsof het met zo'n typemachine is gedaan. Ik vind dit leuk. Ik hou hiervan. Net als op Instagram stories. Ja, deze natuurlijk. Weer een heleboel dagen. Deze zit wel dichter bij elkaar. Ja, dit hadden we net ook. Ja, maar dan was het doorzichtig, hè? Ja. Ja, kijk, ja. Ja, inderdaad. Hiervan zitten de letters iets dichter op elkaar en zijn ze wat meer cursief. Ja, maar hier zijn ze dan weer niet doorzichtig. Nee, gewoon wit. Oh, nog meer functioneel. Kijk, je kan hem tot 2023 gebruiken. Daarna kan dit boek echt niet meer. Zodra de geur weg is, mag je het boek niet meer gebruiken. Oh, deze zijn ook wel leuk. Ah, ja, zeker. Ja, ja, dit zou ik minder snel gebruiken. Maar ook hiervan denk ik dat er wel een hele grote doel voor is. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat als dat je stijl is, dan is het wel heel tof. Maar het is ook heel leuk om in zo'n stijl te journalen. Waarom doe je dat niet? Ja, omdat ik toch automatisch altijd een beetje hetzelfde doe wat ik altijd al doe. Zal ik een keer zo'n thema nemen? Ja. Ga ik gewoon iets heel anders doen dan normaal. Dan is zo'n stickerboek wel echt ideaal. Want je ziet nu meteen al helemaal een beetje hoe je bij elkaar kan stylen. Ja, dat is waar. Dat is makkelijker dan dat je het helemaal zelf moet verzinnen. Het is gewoon een inspiratieboek. Nou ja, eigenlijk wel. Ik vind die hotdog wel leuk. Die is heel erg lief. Wil je ook deze BH erbij plakken? Trouwens, jij bleef toch in een thema? Nee joh, dat thema dat is al lang. Oh, dat is zo 2018. Ja. Nou, een BH er nog bij. Leuk. Ja, dit zijn van die labeltjes. Die zaten in het vorige stickerboek ook. Ik zal even laten zien voor als je... Heb je toen laten zien hoe dat werkt? Ja, heb ik laten zien. Maar ik zal het nog even een keer te laten zien. Waarom doe ik januari bij september? Wacht, dat is natuurlijk echt heel stom. Het is gewoon een voorbeeld. Dat maakt niet uit. Ik kan het toch ook wel gewoon goed doen. Even kijken, want dit is februari, maart, april, mei, juni. Kijk, oh, hij gaat verder op de volgende. September. Wil je september in het blauw of in het paars? Ja, ik wil dat het een beetje hierbij matcht. Of in het geel. Je paars dan, van die Tamagotchi doen? Doe maar. Het is net niet dezelfde kleur paars. Gemiste kans. Nou, doen we hem even een beetje laag. Maar het idee is dus dat je hem op je pagina plakt. Een klein stukje. En dat je hem nu dan dus gaat dubbelvouwen op het stippellijntje. Ik zit er net niet lekker recht voor. En zo maak je dan dus een tabblad. Nou, hij heeft net niet helemaal lekker geplakt, kijk maar. Ja, ik zie het. Ik zat er niet helemaal recht voor, maar dat is het idee. En dan zou je hem op verschillende hoogtes kunnen doen, dat je januari, februari, maart in ieder geval allemaal kan labelen in heel veel verschillende kleurtjes. Ik vind het wel een mooi kleurtje paars, mooier dan die kleur. Zeker weten. Oké, volgende. Wat zijn dit voor stickers? Volgens mij gewoon hele kleine... Stickers? Nee, volgens mij gewoon van die hele kleine strookjesachtige... Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik weet het Wat niet. Is dit? Een cactus? Ja, zoiets. Pak ik nou net een beetje een rare dit is, hè? Nou, nog wat to-do-listen aan deze kant en notities zijn wel klein. Ja. Wil jij testen of je erop kan schrijven? Ja, doe maar. Dat wil ik wel. Hé, wat leuk dat hij afgeronde hoekjes heeft. Nou, ga jij eens even testen? Ja, want de regeltjes ertussen zijn wel echt inimini klein. Wel kleiner dan de stipjes in je journal. To-do-list. Wat hou jij je pen toch bijzonder vast? Het is wel klein. Of niet?
Is het te doen? Ik zie je echt al met je neus in het boek schrijven. Ja, maar zo schrijf ik. Ik moet eigenlijk een bril, maar ik wil niet. Ja, denk je? Nee, geen idee. Ik heb een afdruk maar voor de ogen. Maar ik heb mijn pen zo vast, omdat ik me heel erg concentreer. En als ik dan zo doe, dan word ik ultiem geconcentreerd, kan ik dan schrijven. Is het wel te doen? Of is het wel erg klein? Ik vind het wel leuk. Je kunt niet de hele lijst schrijven. Ja, je kan ook één hele to-do doen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan is het niet meer een to-do list, natuurlijk. Nee, dat is waar. Oké, next. Jee, weer zo'nzelfde concept. Deze is wel weer net als de eerste. Dat is niet waar. Kijk maar. Deze heeft bloemetjes. Ja, het design is anders, maar wel hetzelfde lettertype en zo. Kijk maar. Kijk, hier hebben ze met dit soort lettertypes. Ja. Zie je? Dit is hetzelfde. Ja. Dus hier heb je hem gewoon nog een keertje. Dat is wel fijn, maar dan dus met andere kleurtjes. Het zijn ook wel hele mooie kleurtjes dit trouwens. Zullen we hier nog even kijken of dit anders is? Nee, ik zie het al. Deze zijn ook gewoon hetzelfde. Ook spraakwolkje, driehoekjes. Nou, dan gaan we gewoon verder naar de volgende. Nou, verder weer heel veel stickers die gewoon weer functioneel zijn. Met dagen in allerlei verschillende kleurtjes. Ze houden zich wel een beetje aan één speciaal kleurthema. Kijk maar, want ze komen wel overal weer een beetje in dezelfde kleurtjes terug. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja, maar het is ook wel fijn. Anders is het wel heel moeilijk om te matchen allemaal met elkaar. En het is vandaag dinsdag? Woensdag. 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 Zo, ik ben goed bij de dag zeg. Ik weet de datum vandaag. Ik weet de dag vandaag. De maand ging al bijna verkeerd. Kijk nou, wat leuk. Dit doen we woensdag. Nou, ik vind het wel eigenlijk heel leuk. Ik zou er zelf nooit op gekomen zijn om het zo te plakken, maar ga ik onthouden. Superveel leuk idee hoor. Nou, misschien wil ik je vaker in mijn video's vragen dan. Nou, en ook in deze stijl zitten er nog weer een heleboel van die functionele stickers bij. Ook weer tot 2023. Ja, met een ander lettertype. Ik vind dit wel leuker zo in een kleurtje denk ik dan in het wit. Maar ik ben zelf gewoon niet zo heel fan van wit. Ik vraag me dus af waar je dit voor zou gebruiken. Nou, als je bijvoorbeeld een gratitude list maakt. Ja. Ja, oh ja, nee inderdaad. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dan doe je dat. One line a day. Dat doen mensen ook vaak in een bullet journal. En dan plakken ze dat op en dan schrijven ze achter elke dag. Schrijven ze gewoon één regeltje over de hele dag wat de hoofdlijn is van die dag. Denk ik. Tenminste, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik heb hem eigenlijk aan de verkeerde kant gepakt. Ja, eigenlijk wel. Maar dat geeft niet. Het was een testpagina, zei je. Dus ik had geen commentaar. Wil je deze ook nog plakken? De rode dan? Oh, wat een lieve binnetjes. Die zijn leuk. Wil je weer zo'n rode dan? Of wil je nu een andere kleur? We zijn wel van het rood, hè? Ja, maar dat matcht wel in je stijl. Nee, ik wil eigenlijk deze kleur. Hebben ze die? Een beetje dat mintgroene. Nou ja, dan alleen dit. Dat is niet echt dezelfde kleur. Maar als je die zou plakken, wat zou je er dan inschrijven? Wat ik altijd schrijf. Hello world natuurlijk. Ik ga het trouwens wel even ietsje sneller doorheen. Want waarom? We zitten namelijk nu... Wat vindt iedereen super gezellig? We weten nu wel inmiddels dat ze goed plakken. Ja, maar er zal er maar net eentje tussen zitten. Hè? Dan kunnen we zeggen, die moet je niet plakken, want die plakt niet goed. Nou, dit zijn allemaal vierkante stickers. Vind ik zelf altijd wel iets minder leuk. Ik vind het altijd wel leuker als ze uitgesneden zijn. Ja, ik ook. Maar als je bijvoorbeeld zo'n vorm hebt als dit, dan maakt dat natuurlijk weer niet uit. Maar stel dat we doen dit pushje, of dit hartje, dan heb je zo'n heel groot vierkant eromheen. Dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Dus dat is jammer, toch? Want dan heb je nu heel veel wit eromheen. Vind ik zelf wel minder mooi dan dat het zo is. Ja, ja, dat is waar. Eens? Ja, mee eens. Dan gaan we het niet over. Daar zijn ze weer. In een ander lettertype. Ja, dit is echt zo'n heel heftig, schreeuwerig lettertype. Net was het. Geef het elke keer weer. Je bent er al tig keer voorbij, volgens mij. Ja, maar waar is het dan? Ik ben het gewoon kwijt. Nou, maar het je had het ook gewoon hier kunnen zien, hè? Ja, natuurlijk. Dit is inderdaad wat meer... Nou, wel stoer, Handschrift, maar wel iets sierlijker. Ja, en dit is inderdaad echt heel heftig... Ja, ik noem het tot zo'n impact lettertype. Ja, dat maar dat ik weet niet lijkt of iedereen dat wat op. Zegt. Ja. Mag ik dan nu wel een zwarte plakken? Ja. Ja, dat vind ik wel tof. Ja, dat is leuk. Ik hou er ook altijd van. Okay. Ik moet zeggen, als ik ze zo zie als dit, dan denk ik elke keer van... Ja, ik weet het niet. Maar als je ze dan zo los ziet en je ziet dus niet dat witte randje erbij en niet dat het zo'n drukte is, dan vind ik ze eigenlijk best wel tof. Ja, hè? Dat is vaak met stickers. Nou, hier heb je dus weer een heleboel van diezelfde, weer met die rijtjes. Waarschijnlijk weer net iets anders dan die ervoor. Oh, deze zijn leuk. Deze zijn weer transparant. Dan mag jij er eentje uitkiezen om te plakken. Oh, leuk. Nou, ik doe deze lelijke bonen. Ja, die lijken meer op hersens. Ja, dat vind ik ook. Nou, plak nou maar. Hup, 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 hup. Ik zeg net, we gaan even een beetje sneller er doorheen en dan ga je jij gaat er snel treuselen. Doorheen. Dan maak ik goed met de tijd die ik hierover doe. Het lijkt echt op hersens. Ja, nou ik vind het plaatje niet zo leuk, maar ik vind de stickers over het algemeen vind ik erg leuk. Zal ik wel een leuke plakken dan? Zal ik dan deze staaf erbij doen?
Ja, ik vind deze zijn wel heel veel meer gedetailleerd. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ik hou daar wel heel erg van. Ja. Hier heb je nog wat van die blaadjes en nog een aantal van die banners erbij. Ook weer een hele leuke kleurtjes. Kijk, dit is de kleur die je zocht. Ja, precies. Nou, zullen we die doen dan? Ja. Wat nee, wat doe je nou? Doe dat niet. Oh, sorry. Dat is echt heel lelijk als je dat zou doen. Oh, nee. Maar wat moet ik er nu mee? Want nu is alles al vol. Nou, weet ik veel. Wees creatief. Jakkes. Je bent er niet blij mee. Zo dan. Nou. Wow. Doe maar snel naar de volgende. Nou, daar gaan we weer. Ja. Zullen we kijken of het weer hetzelfde is? Ja, weer hetzelfde vormpjes. Deze zijn anders. Ja, hier heb je nu niet van die streepjes. En je hebt ze wel hieronder, maar dit... Oh, dit is leuk. Het duurt even dat ik het heb, maar het is wel leuk. Let op. Oh, je bent hier goed in. Oh, wat ben je nou? Kijk. Ja, gewoon ergens zo bovenin. Dat het gewoon net zo... ja, zoiets, ja. Ja, is leuk, hè? Ja. Nou, hier heb je ze dan dus nog in het wit. Ja. Met weer een nieuwe lettertype. Hier mag je nog wel zo'n rode er weer bij. Mag ik dan gewoon dit doen? Voor mij mag je. Ja, tuurlijk. Doe maar. Nou, niet wel netjes gepakt. Nou, weer zo'nzelfde soort pagina, maar weer in een ander soort stijl. Dus er is genoeg keus. Ja, dat zeker. Ja, dit is echt mijn lievelingspagina. Ja, dat zal boek. Van die kindjes ook wel, denk ja, ik. Ja, klopt. En trouwens, een fun fact. Dit hondje hier is geïnspireerd op het hondje van iemand die bij de uitgeverij werkt. Dit hondje gaat ook heel vaak leuk. Mee. Daar zit hij dan daar op kantoor. En ja, zijn we dus dit boek ontwikkeld. Dus dat is dus James. Hij heeft ook een eigen Instagram. Zullen we hem even een shout-out geven? Oh, dat lijkt me wel, ja. Dat hondje heeft zijn eigen Instagram. Maar het staat hier beneden in de omschrijving. Dan kan je dat hondje volgen. Waarom in de omschrijving? Doe het gewoon hier. Kijk. Psh, oh, mis. Psh, buiten beeld. Knap hoor, liefje. Okay. Heel knap. Maar dat doen we over. Doe het nog een keer. Oké. Doe het gewoon hier. Weet je dat hij trouwens ook echt superveel volgers heeft? Meer dan wij. Nou, dat gelukkig nog net niet. Maar ik mijn best doen, hè. Dat hondje doet gewoon schattig en hoppa. Duizenden volgers. Zou ik ook moeten proberen. Ik ga voor het ook... gewoon op mijn hele Instagram vol doen. Misschien dat het werkt. Ja, ik denk dat je de verkeerde mensen aantrekt dan. Maar... Hè? Oh, dan kan ik toch die Snapchat filter voor gebruiken. We gaan weer verder met de video. Ik vind het een leuk hondje. Ja, hij is lief, hè? Heel schattig. Die poes weet ik niet waar die inspiratie vandaan komt, maar dat hondje is in ieder geval wel. Ja. Nou, die ligt ook echt heel lief te slapen. Kijk nou. Oeh, ik heb niet helemaal de horizon recht geplakt. Oh, maar hij is wel echt heel erg lief. Het is echt een lief beest. Heel schattig. Mag ik er ook nog eentje doen? Ja. Dit zou ik de hele dag doen als ik een hondje was. Muziek luisteren. Ja, lekker chill in mijn mandje. Met mijn iPadje zo... iPadje op je hoofd. Ik vind trouwens deze konijntjes en die lamertjes ook wel heel schattig. Maar ik vind het wel jammer dat het op een mintgroene achtergrond zit. Ik snap het wel, want de plaatjes zijn natuurlijk al wit. Anders ja. Vielen ze helemaal weg. Maar ik vraag me wel af of dat dan leuk staat. Ja, het kan wel, maar ik vind zelf het contrasterend mooier. Ik zou het wel proberen te doen inderdaad in combinatie met wat ja. Dat als achtergrond, zeg maar. Ja, dat vind ik ook leuker. Nou, we zijn er nu bijna doorheen hoor. We hebben hier nog een aantal stickers met nog wat labeltjes. Ook in zo'n vorm als dit. Is ja. Wel leuk, niet helemaal mijn kleuren, maar wel heel leuk. Zijn die gaatjes uitgeknipt? Of moet je dat zelf nog doen? Ik denk dat het gewoon een stickervormpje is. Nee, ze zijn niet uitgeknipt. Ah, jammer. Wil jij hem doen? Ja. Het kan ook een theezakje zijn. Oh! Nee, maar ja, inderdaad, dat is echt een leuk idee. Hé, hey, dan kan je hier op de vraag van de thee schrijven van die dag. Die ja, bij dat pick-up die dompel je dan gewoon om. Waar? Oh ja, oh, dit is niet het labeltje van de thee, nee, maar het theezakje. Het theezakje. Oh ja, nee, dan zou ik dat er niet op schrijven. Dat is een beetje raar. Hier zit dan de thee zo. Ja, nu snap ik hem. Ja, ik denk, leg het nog maar even nee, uit. Lelijk. Wat doe je nou? Ik hou niet van thee. Nee, dat blijkt. We hebben hier vierkante stickers. Jemig te piemig. Weet je dat ik dat iemand hoorde zeggen laatst op het schoolplein? Ja, echt? Ja, dat ik dacht, ja echt. Jemig te piemig. Ja, voor mij hadden ze ook weer uitgelijnd zo mogen zijn. In plaats van vierkant. En jij bent benieuwd naar zo'n kleuren. Ja, want ik ben dan benieuwd. Want sowieso lijkt het wit, maar dat zal wel doorzichtig zijn. Ja. En hoeveel er nog overblijft van de kleur. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want... Oh. Als je hem zo ziet, is hij echt heel kleurig. Maar zo, kijk, je ziet het ook een beetje. Dat... Plak nou. Oh, ja, sorry. Dit weer uren en uren. Oh ja, je krijgt daardoor een beetje alsof het een beetje stukkig gaat. Oh, dan ben ik ook benieuwd naar deze. Ja, we moeten echt even wat meer gas geven, want...
Ik wilde zeggen, dit was het. Maar kijk, er zit nog een bladzijde achter. Oh, joh. Deze is een beetje vergelijkbaar met de allereerste bladzijde. Kijk maar. Er zit helemaal een thema in, joh. Ja, ze hebben er echt over nagedacht. Ja, het begin en het eind is... Ja. Nou, mag je er nog eentje uitzoeken? Dan zijn we aan het einde gekomen van het stickerboek. Nou, weet je wat, Liefje? Ik vind dat je het zo goed hebt gedaan vandaag. Deze video. Dank je. Goed gedaan. En dan was dus het hele stickerboek helemaal doorgebladerd. Als het goed is, zitten er in totaal 2000 stickers in. Dus nou, dan moet je toch wel iets in kunnen vinden dat je leuk vindt. Ja, dat lijkt me ook. Wat vond je ervan? Ik vind het leuk. Ik vind stickers plakken wel leuk. Weet je wat mij nou echt heel leuk lijkt? Om een keertje een pagina te maken in mijn journal. En dat ik dan alleen maar het stickerboek ervoor mag gebruiken. Wel natuurlijk ook nog plaatjes dingen. Maar geen andere stickers, bedoel ik. Dat ik het echt in zo'n thema maak met deze stickers. Is dat leuk? Ik denk het wel. Oké, nou laat me weten of je dat leuk vindt. Stem maar eventjes hierboven in de poll. Oké, maar dit was het nog niet, want we hebben nog wel een aantal dingetjes te doen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, we moeten er nog eentje weggeven. Dat sowieso. Ja, we geven er eentje weg. En we moeten natuurlijk nog bepalen of die het Creatje keurmerk krijgt. Maar dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. En voor de mensen die hem al hebben gekocht, die weten het al. Hij ligt namelijk al in de winkel met mijn keurmerk erop. Want ik vond hem namelijk echt heel erg leuk. Dus dit keer is het niet zo dat jullie kunnen stemmen of deze het keurmerk krijgt of niet. Ik heb gewoon al besloten dat hij het krijgt. Dus... Zo zie je hem in de winkel liggen. Het stickerboek kost €12,99 en is te koop in, geloof ik, elke boekhandel wel hier in Nederland en in België. Ik heb ook hier beneden in de omschrijving een directe bestellink staan. Dus mocht je nou enthousiast zijn en dit boek heel graag willen hebben, dan hoef je niet te zoeken op het internet. Dan kan je hem direct bestellen. Dat is wel handig. Super handig. Ook geven wij eens zo'n stickerboek weg. En wat je daarvoor moet doen, is gewoon even hier beneden in de reacties laten weten dat je heel graag zo'n stickerboek wil winnen. We geven één stickerboek weg, dus we kunnen ook maar één iemand blij maken. En de winnaar maken we volgende week donderdag bekend. En dat doen we op YouTube Stories, maar ik zal het ook even op Instagram en op Facebook delen. Handig. Echt super handig. Zo handig. Wat vond jij nou de leukste stickers die ertussen zaten? Ja, die 90's stickers natuurlijk. Ja, die zijn ook wel heel erg leuk, hè? Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet deze video eventjes een like te geven. Vergeet ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal en op het notificatiebelletje te drukken. Want dan mis je geen enkele video meer en dan mis je dus ook de uitslag niet mocht je meedoen aan deze winactie. Je kan ons dus ook volgen op Instagram en op Facebook en op... Pinterest. Dank je, wat was je snel dit keer. Ook die staan hier allemaal beneden in de omschrijving. En dat was het. Dankjewel weer voor het kijken. En tot snel weer. Doei!